Dag hier in Japan in Suzuka. Tom, weet je wat voor dag het is vandaag? Het is 23 oktober en dan is Rocco-jaar. Ja. Kijk eens achter je. Happy birthday, Rocco Cruz Coronel. Allemaal cadeautjes voor mijn zoon, die 1 is geworden vandaag. Ja, race 1 is Suzuka. Tactiek is... toch wel aankomen, want race 2 heb ik natuurlijk een mooie startpositie. De tweede plaats, dus ja, heel huis er doorheen komen. Eerste bocht is meestal een rommeltje. Alles voelt goed, toch wel een beetje thuisrace gevoel. Enig idee wat er gebeurd is? Nou, om eerlijk te zijn, helemaal niet. Ik had een hele goede start. Super de bocht in. Ik denk, nou, dit wordt een leuk race. En toen denk ik, kreeg ik een sweeper van achteren. En toen was het chaos. En wat betekent dit voor race 2, denk je? Race 2 gaan we gewoon repareren. Pietro. Do you think you can fix the car for race 2? For sure. With our guys, for sure. You know what happened? No, no idea. Any idea what happened? No clue. There was too much smoke. Somebody touched me from behind, put me sideways, but I don't know. Really don't know. Tom, hoe is het met de auto en wat is de tactiek voor race 2? De auto is weer helemaal gemaakt door de monteurs. We hadden veel schade, maar we konden tijdens de race repareren. Ik ben ook nog even naar buiten gegaan om aan te voelen hoe goed het ging. De auto voelde helemaal goed aan. Tactiek voor race 2 is heel simpel. De meeste punten pakken van allemaal en dat betekent gewoon winnen. We'll be right back.
is dat op de geboortedag van je zoon? Ja, top. Mooi cadeautje voor Rocco. P1, eigenlijk een keer een echte. Moeilijke race, was weer moeilijk inhalen, dus ik wist wel dat het heel zwaar was voor Ivan. Maar ja, uiteindelijk moet je het wel doen. En het is gebeurd, we hebben gewonnen. Vette shit. Super cool.